Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas, Citi en Société Générale. Hallo allemaal, het Turbojournaal van deze week begin ik met een nieuwsbericht waarvan je wist dat dat op een gegeven moment ging komen. Economieën staan wereldwijd onder druk en dan worden er op een gegeven moment vraagtekens geplaatst bij het duurzaamheidsbeleid. Nou, dat gebeurde deze week door BlackRock. Absoluut niet de minste, de grootste Amerikaanse vermogensbeheerder, in een interview met de Financial Times. En wat zeiden ze daar? Als aandeelhouder, als we op aandeelhoudersvergaderingen komen, hebben we stemrecht. En je zult zien dat we dit jaar vaker tegen klimaatresoluties gaan stemmen. Ja, en waarom zeggen ze dat? Eigenlijk heel simpel, de oorlog in Oekraïne, die dwingt ons, namens onze klanten, om andere berekeningen te maken. Er moet gewoon meer geld naar dingen die echt nodig zijn. En dingen die niet echt nodig zijn, ja, die komen op een lager pitje te staan. Nou, er vinden natuurlijk allemaal mensen overheen die zeggen, ja, dat kan toch niet en we moeten juist doorgaan met het klimaat. Ja, is BlackRock dan tegen aanpassingen voor het klimaat? Nee, natuurlijk niet. Onlangs hebben ze nog hun support uitgesproken voor een plan waarbij onder andere APG en PGGM, onze twee grootste pensioenfondsen, zijn betrokken. BlackRock wil ook dat het klimaatakkoord van Parijs wordt gehaald. Maar dat wil niet zeggen dat alle plannen ook echt goede ideeën zijn. En er moet gewoon beter worden gekeken welke investeringen komen tot z'n recht en welke niet. Ja, en dat is eigenlijk iets wat ik op dit kanaal al een tijd geleden, ik moest zelf even terugzoeken, maar dit gaat terug naar juli vorig jaar. Dat is bijna een jaar geleden. Toen hadden we het er ook al over, hè, dat die duurzaamheidsplannen die er in Europa zijn, die er in Amerika zijn. Ja, je stond eigenlijk op een soort driesprong toen al. Heeft natuurlijk wat tijd nodig, maar wat waren de drie smaken? Overheden die investeren enorme bedragen in duurzame energie. En dat blijkt productief te zijn. Het levert rendement op allerlei soorten manieren. Ja, kan ook zijn dat er plannen zijn. Dat waren misschien leuke ideeën, maar die blijken niet productief te zijn. En dan heb je ook nog de smaak dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, we hebben minder geld en we gaan toch maar wat minder investeren dan dat we hadden gedacht in duurzaamheid. Dit is dus van 10 maanden geleden. Nou, dat komt nu aan de oppervlakte, logischerwijs door onder andere die oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Nou, wat levert dat dan op? Ja, ik haal daar één voorbeeld uit en de mensen die mij al lang volgen, die kennen dit voorbeeld al, de waterstof. Hype, maar die is weer springlevend. En als we het hebben over waterstof, dan zijn er in Amerika 4 aandelen die altijd naar voren komen. Plug Power, Ballard Power, Bloom Energy en Fuel Cell Energy. En die zijn ook de afgelopen weken weer flink door de klapperhaag gegaan. Nou, hoe zit het dan in elkaar? Laten we het even toespitsen op Europa. Mevrouw Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, die werden gekozen om de Europese Commissie te gaan leiden. In midden 2019 hadden dat plan Fit for 55. Nou, daarna kwam Joe Biden in Amerika aan de macht. Ja, en al die duurzaamheidsaandelen, die waterstofaandelen, ik heb hier 1 koersgrafiek genomen van Plug Power. Maar als je naar die andere 3 kijkt, die volgen hetzelfde beeld. Die schoten door de lucht. Waarom? Als overheden daar gaan investeren, dan gaat het misschien eindelijk een keer gebeuren. Want de meeste van deze bedrijven, die bestaan al 20, 25 jaar, maar ze hebben nog nooit 1 euro of dollar winst gemaakt. Nou, op een gegeven moment bekoelde dat weer en toen kwam er een tweede piek. Daar hebben we het ook hier bij Markets Are Everywhere over gehad. Dat was in november vorig jaar, want toen was die klimaattop in Glasgow. Toen hebben we voor de mensen die korte termijn beleggen nog een heel leuk ritje gemaakt in Plug Power op het nieuws dat er weer aandacht is en dat er weer commitments worden gegeven. Allemaal mooie woorden, maar daarna zakte het weer in. En het punt is, hè, ik ben niet tegen waterstof, maar ik sta hier te praten als belegger. En dan moet het ook rendement opleveren in de eerste plaats voor zo'n bedrijf zelf. En dan moet op een gegeven moment winst komen en dat komt er op dit moment nog niet uit. En de vraag is of dat ooit gaat komen. Nou, zo'n aandeel Plug Power is van een top op $66 inmiddels terug op $14.
En geloof mij, dit is nog niet het einde. Je ziet het aan die koersgrafiek helemaal links. Het kan nog een heel stuk naar beneden. En ik ben bang dat het ook gaat gebeuren. Omdat dit gewoon iets is wat niet een topprioriteit gaat zijn. Te midden van, laten we het maar even houden, die oorlog in Oekraïne. Nou, en dan komen we eigenlijk bij een uitspraak van Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett. Die heeft ooit gezegd, show me the incentive and I will show you the outcome. En dat is hier echt van toepassing. Die incentive was, want we willen als overheden verduurzamen, laten zien dat we dat kunnen. Daarom gingen die aandelen omhoog. Als die incentive er niet meer is, dan zakken dus de koersen in. Maar dan moeten die bedrijven het zelf doen. En de vraag is of ze dat commercieel neer kunnen zetten, dat het ook hout zijn. Want er zijn natuurlijk veel alternatieven op het gebied van energie. Voor de mensen die zeggen, ja, maar je gaat veel te snel, want waterstof is fantastisch. Kijk nou eens hier, dit is een nieuw hydrogen schip. Ja, wat voor een deel ook met Nederlandse input wordt ontwikkeld. En dit ziet er natuurlijk prachtig uit. Hè? Dit schip, daar wordt volop aan gewerkt. Maar wat is nou het probleem? Het probleem is, dit komt op z'n vroegst pas op de markt in 2027. Wow, dat is 5 jaar van hier. Ja, wie weet hoe de wereld er dan nu uitziet. Op dit moment wordt gewoon... Is het verstandig om geld te stoppen in dingen die nu nodig zijn? En daarom ben ik bang dat het steeds moeilijker wordt om dit soort projecten te funden. Kijk, hou me te goede. Het kan zijn dat het er natuurlijk nog komt. Eurocommissaris Frans Timmermans, tot op de dag van vandaag, of nou ja, een paar dagen geleden, staat nog steeds het woord te verkondigen. In dit geval op de World Hydrogen Summit. Ja, maar nogmaals, het zijn woorden en we zijn op zoek naar daden en naar rendement. Dat schip wat ik je net liet zien, dat lijkt overigens best wel enigszins op de Prelude van Shell. Marco maakte daar vorige week een opmerking over mijn video van, hey, die ben je nog vergeten. Dat klopt, de Prelude die lag 4 maanden stil, maar die is nu weer vol in gebruik. Het is volgens mij het grootste floating liquid natural gas schip ter wereld, ligt in de buurt van Australië. Ja, en dit zijn de dingen waar beleggers naar op zoek zijn. Te kijken van, hey, dit heeft de wereld nu nodig en het kan worden geleverd. En dat duurt niet pas tot 2027. Dus als je naar duurzaam wil kijken, laat dan onder andere die waterstof aandelen. En ik moet binnenkort misschien ook eens wat zeggen over een aantal solarbedrijven. Daar geldt dat deels ook voor. Laat die nu even voor wat ze zijn. Als je dan wat wil doen op het gebied van duurzaamheid, kijk dan eens bijvoorbeeld naar het bedrijf NextEra Energy. Dat is het grootste alternatieve energiebedrijf van Amerika. Je ziet hier die koersgrafiek. Hè, die heeft natuurlijk ook wel de bewegingen, corona, daarna wat omhoog. Maar dit is geen hype. Ja. En ook als je naar de cijfers kijkt, hè, dat heeft een beurswaarde van $135 miljard... Een gezonde omzet van $16 miljard. Onderaan de streep blijft er ook in 2021 nog zo'n $5 miljard over. Geen hele dikke winstmarges, zo'n 9%. Maar dat is helemaal niet slecht. Ze betalen zelfs dividend, 2,25%. Het enige wat je hier nog zou kunnen zeggen, ja, 24 keer de winst in de huidige markt, is toch voor zo'n bedrijf wel weer een beetje aan de prijs. Dus is ook geen aanbeveling, dat zijn mijn video's sowieso niet, om dit nu te gaan doen. Maar dit is er wel eentje om eerder in de gaten te houden dan een aantal van die hype aandelen. Nee, het gaat op dit moment in de markten om te kijken naar problemen die er zijn, producten die echt nodig zijn. Nou ja, en problemen, daar hebben we het al een paar weken over. Daarom daalt die beurt ook, die zijn er volledig. Die zijn er in overvloed, wilde ik zeggen. Nog even terugkomen op die voedselcrisis die ik ook vorige week heb aangestipt. Daar stond nu in de Economist, mijn lijfblad, weer een heel goed artikel. Wat zeggen ze daar? Eigenlijk allemaal heel simpel. Hè? Oekraïne krijgt het nog moeilijk. Op de eerste plaats krimpt de economie met 45%. Wat knap is van Oekraïne, dat ze toch dit jaar ongeveer 80% van de oogst hebben weten te zaaien. Soms geloof ik zelfs door mensen met kogelvrije vesten aan.
Maar het grote probleem met de voedselvoorziening is dat Rusland op dit moment alle havens rondom de Zwarte Zee in bezit heeft. Dus het graan en andere producten kunnen het land niet uit via de gebruikelijke route, via de zeeweg. Nou, dat is waarschijnlijk ook de reden dat Amerika op dit moment, die is nog weer niet goedgekeurd, wordt weer door iemand tegengehouden, maar bespreekt om nog eens een keer $40 miljard richting Oekraïne te sturen. Want er ligt gewoon een voedselcrisis op de loer. En ja, als je dat dan een beetje uitrekent met het oogstseizoen, dan zou dat er dus zijn in september 2022. Dat is ongeveer zo'n 4-5 maanden vanaf hier. En daar koersen we op. De beurs beleggen is altijd vooruitkijken. En dit is iets waar we in de markten rekening mee moeten houden. Nou, om het ook maar even gezegd te hebben, dan zijn er ook mensen die zeggen, oh, nou, als er een tekort is aan graan, dan moeten we in die grondstoffen gaan beleggen. Ja, dat vind ik persoonlijk, jij mag doen wat je wil, ik vind dat echt een stap te ver gaan. Want dat is natuurlijk nu niet wat we nodig hebben. We kunnen beter kijken naar de bedrijven die goed werk verrichten om te zorgen dat die oogst uiteindelijk toch bij de monden komt die het echt nodig hebben. Nou, zo kijk ik op dit moment naar de beurs, naar de dingen die echt belangrijk worden gevonden door grote beleggers en door overheden. En een onderwerp wat ook toch even heel duidelijk genoemd moet worden is Taiwan. Ja. Nieuwsberichtgeving in Amerika deze week weer. Tuurlijk, die hebben echt een steeds grotere hekel aan China. Dus dan krijg je dit soort teksten dat ze zeggen, nou, China zegt altijd wel dat ze op een vredige manier Taiwan daar weer bij willen trekken. Maar wat we zien aan de bewegingen is dat ze er militair mee bezig zijn. Dat zegt dan de US Intelligence Office. Ja. Waarom is dit van belang? Chips zitten overal in. We zeggen wel eens een keer, chips are the new oil. Maar als belegger niet in de laatste plaats. Je hebt Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC. Als daar wat mee gebeurt, ja, dan zijn de rapen gaard. En dan kan je de beurs ook volledig voorlopig wel even tot ziens zeggen, ben ik bang. En dat is gewoon heel down-to-earth belangrijk voor bijvoorbeeld beleggingen in ASML. Want TSMC is een grote, zo niet de grootste klant van ASML. Dus als daar wat aan de hand is, ja, dan moet je ook op je hoede zijn met je ASML-aandelen. En dat is jammer, want als je naar de koersgrafiek van ASML kijkt, dan zien we dat die bubbel, die techbubbel en hypebubbel die we net gehad hebben, die is eigenlijk, loopt die op zijn laatste been. Dit is een koersgrafiek van de afgelopen 2 jaar. En het is eigenlijk wel grappig. Ik heb een paar punten aangegeven. Links zie je de coronadip. En ja, weet je nog dat we ons daar terecht, denk ik, heel erg druk om maakten. Dat waren ook hele grote koersbewegingen. Maar als je dat nu achteraf ziet, ja, je moet bijna nog gaan zoeken in de koersgrafiek van ASML waar het dipje zit. Nou, dan hebben we nog een ander belangrijk punt. En corona kwam boven. Toen dachten we, nou, dan gaan we weer verder op de beurs hoe het was voor corona. Maar ja, toen kwam in november 2020 het bericht dat de vaccins van Pfizer en Moderna daar waren. Ja, en toen werd het pas echt bonanza op de beurs. En dat zie je heel erg goed aan deze grafiek. Wat hadden we toen? De coronacrisis die kwam op een gegeven moment achter ons te liggen, maar er was enorm veel geld in de markt gepompt. Gratis geld, rente bijna, nul, heel veel coronasteun. Ja, dat is dus allemaal in dit soort koersen gaan zitten. Nou, die koersbeweging hebben we allemaal gezien, voor een deel ook meegemaakt. Dat wordt er nu dus eigenlijk gewoon heel simpel uitgeblazen. Het is de lucht die er weer uitloopt. Waarom? Omdat de Fed met name in Amerika nu heeft gezegd, we gaan de rente verhogen en we moeten die steun terugdraaien. Nou, een heel groot gedeelte van die koersdaling die je eigenlijk misschien wel kon verwachten, die is er inmiddels uit. En als je dan kijkt naar de trendlijn, geen hardcore technische analyse, maar gewoon even een lijntje er doorheen, dan zou je zeggen, nou, een bedrijf als ASML heeft natuurlijk gewoon de afgelopen jaren veel omzet gedraaid, groei laten zien. Hè? Dus als we die lijn weer willen oppakken, dan is ASML op een haar na eigenlijk alweer koopwaardig.
Ik was ook al op YouTube in de comments met iemand bezig. Ik zei, ja, nou ja, als je het berekent, het zou ook nog wel eens een keertje terug kunnen naar pak een beetje 450 of 400. Ja, we staan nu rond de 500. Kijk, het punt bij ASML is, als je de aandelen wilde hebben, omdat je het een mooi bedrijf vindt, gelooft in de business op 700. Ja, dan kan je ze dus, naar mijn mening, een eerste pluk ook kopen op 500. Tuurlijk, het is mooier als je nog wat bij kan kopen op 400. En laten we hopen dat het Taiwan-scenario niet uitkomt, want dan raap je ze nog veel lager op. Maar hè, de cijfers hebben we ook regelmatig besproken, ziet er goed uit. En dan is dit gewoon bijna koopwaardig. Afhankelijk van je eigen kijk erop en je risicoprofiel. Kijken we dan even naar de cijfers. Even die termen, hè. PI-ratio, de koers-winstverhouding, die hebben we in twee smaken. En dat begint nu de komende tijd wel even belangrijk te worden. De trailing price-earnings ratio. Kijk terug naar de winsten, de earnings van de afgelopen 12 maanden. En de forward PI-ratio kijkt uit naar de verwachting, niet de gerealiseerde, de verwachting van de winst in de komende 12 maanden. Nou, dan zie je dat ASML toch nog steeds wel historisch gezien aan de prijs is. Daarom misschien beter om nog heel even te wachten of in ieder geval een kleine aankoop te doen. 38 keer de winst als we terugkijken, maar ASML groeit. Dus dan gaat het voor de komende 12 maanden naar 30 keer de winst. Ja, liefst zou je dat zien rond de 25, maar daar zitten we dus allemaal niet heel erg vandaan. Dus dit geeft weer een gevoel, de lucht is eruit, de bubbel is wel eigenlijk voorbij. We kunnen weer denken aan instappen. Positief bericht. Nou, dit was ASML. We kunnen dat ook doortrekken naar de bredere markt, kunnen de AX nemen. Ik heb hier voor een klant even de S&P 500 genomen. Dan zoomen we even uit, kijken naar de koersgrafiek van de afgelopen 10 jaar. Want dan zie je dat gewoon heel erg goed. We zaten in een trend, een hele mooie uptrend. Lage rente, bedrijven investeren, de groei was daar. En je ziet hier aan de rechterkant diezelfde bubbel door de overmatige coronasteun die er in de markt is gebracht. In Europa, met name in Amerika. Nou, dat is er hier ook wel uit. Je ziet, we zijn er nog niet helemaal volgens de theorieboekjes, maar de markt volgt natuurlijk niet exact een boekje. Maar deze grafiek zou je kunnen zeggen is de aanleiding voor een artikel dat 2-3 weken geleden in The Economist zelfs op de voorpagina staat. Hè? Dit is waarbij zij zeggen, de centrale bank in Amerika, die heeft gewoon gefaald. Want die hadden, hè, het is waarschijnlijk goed dat ze die coronasteun erin hebben gestopt, want het was allemaal erg onzeker. Maar ze hadden dat afbouwen al veel eerder moeten beginnen. Nou ja, en wel fair enough, de tekst is dus nu oké. Ze hadden het eerst fout, after getting it wrong, can they get it right now? En dat is natuurlijk waar men nu bovenop zit en wat ook de Fed de eer te na is om het goed te krijgen. En dat lijntje het liefst weer gewoon die trend te laten volgen. Nou, het is eigenlijk wat we, want dit gaat terug naar die video, die heb ik al meerdere malen aangehaald, van juni vorig jaar, een jaar geleden, toen al dit scenario eigenlijk op dit kanaal ook hadden opgeschreven. Toen zeiden we ook, hè, linksboven een daling van zo'n 10-15% is een koopmoment. Ja, dat is niet gebeurd, omdat die markten maar bleven gaan, omdat die vetsteun veel groter was dan noodzakelijk was. Nou, nu hebben we bij de bredere markt die daling van 15% wel te pakken. En de aandelen die ver waren doorgeschoten, die zitten zo rond de min 25. Nou, wat is het grote verschil? Toen was de economie eigenlijk helemaal op orde. Er werd wereldwijd gehandeld. Mensen gingen goed met elkaar om. Er was geen oorlog. Er was beginnende animositeit tussen Amerika en China. Maar eigenlijk kwam dat pas in 2018 met Trump. Dus tot die tijd gingen die koersen goed. En daar zit wel een belangrijke afwijking, waardoor ik denk dat we niet letterlijk die trend uit het verleden weer kunnen oppakken. Want op dit moment ontbreekt die samenwerking. En dat heb je wel nodig voor die groei. Dus in die zin, ja, het blijft koffiedik kijken, zou het niet gek zijn als die groei wat meer gaat vertragen dan dat we tussen 2012 en 2020 hebben gezien, of 2019.
Ja? We gaan het meemaken. De kern is nu, afgelopen week was er weer een cijfer, een inflatiecijfer in Amerika, waar de hele markt nu naar kijkt, waar ligt de inflatiepiek? Ja, elke keer gaat het wat omhoog, maar de stijging neemt elke keer wat af. Er zal ongetwijfeld, omdat er zoveel aan gedaan wordt, op een gegeven moment wel een piek komen. En dat is iets waar de markt toch wel weer op in zal springen om te zeggen, hé, gelukkig, het valt toch nog enigszins mee, we mogen weer en dan kunnen aandelen weer omhoog. En dan zijn we dichterbij dan dat je misschien denkt. Maar ja, in de tussentijd hebben we wel wat ongelukken. Het aandeel Coinbase, de cryptobeurs, ja, de hele cryptomarkt ging natuurlijk flink onderuit, maar Coinbase ging iets meer dan een jaar geleden naar de beurs. Dit is een koersgrafiek van het afgelopen jaar. Op een hele hoge waardering, ging zelf nog wat omhoog, maar zakt nu helemaal door de hoeven. Vanaf een eerste prijs bij de eerste notering van $328 staan we nu gisteren op $59. Nou, er kan daar nog wel wat PR-voorlichting, wat communicatievoorlichting worden gedaan. Want de CEO van Coinbase, meneer Armstrong, die vond het een goed moment om bij de cijfers te zeggen, in antwoord op een vraag, ja, als wij failliet gaan, zou het ook kunnen zijn dat je als klant ook je crypto's kwijt bent. Nou, dat is natuurlijk niet echt heel handig voor de koers. En dan denkt iedereen, ja, had je dat dan niet moeten zeggen bij die beursgang? Maar ja, daar kan je lang en breed over praten. Wat veel belangrijker is, naar mijn mening, ook een bericht van afgelopen week, is dat de hele cryptomarkt de afgelopen maand een astronomisch bedrag van $800 miljard is kwijtgeraakt. In waarde is verminderd. En als je dan weer terugdenkt, investeringen die worden gedaan, die moeten productiviteit opleveren, die moeten waarde creëren. Ja, dit is dus een bedrag wat misschien eerst werd meegerekend bij de bezittingen, maar wat nu dus niet meer beschikbaar is om in aandelen te investeren, nieuwe bedrijven op te richten, duurzaamheid te doen, et cetera. En mijn punt is met deze video dat ik denk vanaf nu wordt er veel kritischer gekeken door alles en iedereen. Waar investeer ik de volgende euro of de volgende dollar in? En gaat dit duurzaam rendement opleveren? Natuurlijk, als die koersen hier omhoog schieten, dan zijn er echt wel weer mensen die erop duiken. Maar ik denk dat met name overheden zullen kijken van laten we nou het geld in de goede richting bewegen. En kijken dat we dit soort waardevernietiging niet meer snel tegenkomen. Nou, waar laat ons dat dan? Nou, ik kijk altijd graag naar overzichtjes en ik heb hier heel simpel gewoon eens even de top 10 aandelen wereldwijd gemeten naar beurswaarde op een rij gezet. En zo'n overzicht, daar haal ik toch alweer hele leuke dingen uit. Laten we even beginnen. We hebben een nieuwe nummer 1. Ja, door de dalingen in tech is nu Saudi Aramco, hè, het grote oliebedrijf uit Saudi-Arabië, is nummer 1, want die zijn Apple voorbij. Je ziet ook bij de drawdown, wat bedoel ik daar nou weer mee? De drawdown is hoeveel procent dat het aandeel op dit moment onder de hoogste koers van de afgelopen 52 weken staat. Nou, energie is in trek, dat zien we ook bij Shell. Geldt ook voor Saudi Aramco. Dat is allemaal niet zo heel veel gedaan, maar dat wisten we al. Je ziet er nog twee uitspringen. Johnson & Johnson, eigenlijk zou je kunnen zeggen huishoudelijke artikelen. Dingen die je nodig hebt, dat aandeel wordt gezocht, hè, als mensen winst willen nemen in die techbubbel. Berkshire Hathaway wil ik daar toch ook nog wel aan toevoegen. Alleen die zitten voor 46% in Apple. Apple daalde de afgelopen week met maar liefst 8%. En daar heeft dan natuurlijk ook Berkshire last van. Nou, kijken we dan naar die laatste twee kolommen. Daar heb ik die trailing PE en die forward PI weer eens even bijgehaald, om even de thermometer erin te stoppen van waar staan we. Ah, dat valt niet tegen. Dat valt absoluut niet tegen. Kijken we naar de big tech bedrijven, Apple, koers-winstverhouding van 24. Nou, dat begint wel ergens op te lijken. Dat is vrij normaal eigenlijk. Ja? 20, 25 voor een techbedrijf is op lange termijn, dat groeit, helemaal niet gek. Microsoft, 27 om 24, Alphabet, 21, 20, die ga ik bijna kopen. Hè? Tuurlijk, Alphabet, moederbedrijf van Google, had hele slechte YouTube-cijfers. Daar moet ik eerst nog even wat induiken.
Dit begint er echt wel niveaus te worden dat je denkt, nou, als er dadelijk echt goed nieuws is, snap ik wel dat die beurs weer omhoog gaat. Ik wil in ieder geval deze aandelen. Ze zijn niet allemaal, hè? Want alles wat duur is of waar een smetje op zit, dat wordt genadeloos afgestraft. Daar heeft de beurs geen begrip voor. Nou, je ziet het ook in de drawdown column bij bijvoorbeeld Amazon en Tesla. Zo'n Amazon, dat stond kort geleden nog op een koers-winstverhouding van 75. Ja, dat wordt er nu dus uitgeperst. En eigenlijk, als je het mij vraagt, met een koers-winstverhouding van 40, 50, Amazon nog steeds te duur. Tesla begint nu ook te zakken. Begint qua koers-winstverhouding een beetje in het land der levenden te komen, zeg maar. Uit de hemel naar beneden. 62 keer de verwachte winst. Ja, dat is op zich ook niet gek. Als je ziet dat de traditionele automakers tegen een koers-winstverhouding staan van 4 à 5 keer. De markt verwacht toch dat Tesla nog een flink deel van het marktaandeel naar zich toe gaat trekken. En als mij vraagt, dat denk ik ook. Maar in het huidige klimaat is een koers-winstverhouding van 62 nog steeds heel hoog. Er zijn natuurlijk ook allemaal perikelen met grondstoffen en met toeleveringsketens. Dus nog heel eventjes wachten hier. Maar dat blijft zeker interessant om naar te kijken. Mensen zijn over het algemeen veel te negatief over Tesla, wat mij betreft. Nou ja, en dan Meta is nog een ander geval. Die staan ook op min 50. Ik heb dat hier al eens eerder gezegd. Ik weet ook dat er kijkers zijn die daar echt anders over denken. Maar ja, Zuckerberg, die stopt gewoon heel veel van zijn winst in de metaverse. Ik geloof daar niet echt in dat dat hem heel veel geld gaat opleveren. Tenminste, Meta. Ja, dan zeggen heel veel jonge mensen, ja, maar jij bent een boomer, jij snapt dat niet. Nou, ik laat graag het tegendeel bewijzen, maar zelfs op een koers-winstverhouding van 16 ga ik dit niet kopen. Ik wil het eerst allemaal wel eens even zien. Het is in ieder geval een veel risicovollere belegging, als je het mij vraagt, dan een aantal bedrijven die veel meer gespreid staan. Maar ja, dan kom je bij het punt Johnson & Johnson komen dan vanzelf tegen op plek 9. Heel solide bedrijf, wordt nu ook gezocht, waardeaandelen. Ja, als je naar die koers-winstverhouding kijkt, 24 over het afgelopen jaar, 17 als ze door blijven groeien. Ja, dat gat met bijvoorbeeld een Apple en een Microsoft en een Alphabet is er eigenlijk niet meer. Of het is in ieder geval niet groot. Ja, en daar kan je dadelijk een kentering gaan zien, omdat ik denk dat de bedrijven, laten we het meer algemeen maken, die wel groei van de omzet en groei van de winst laten zien bij gelijkblijvende marges, dat die dadelijk wel eens een keer het stokje van duurder geworden waardeaandelen kunnen gaan overnemen. Maar we zitten echt op een omslagpunt. Komt er dadelijk goed nieuws, dan gaat wat gebeuren. Komt er nog meer slecht nieuws, dan kruipen beleggers nog wat verder terug in de veilige havens. We gaan het zien en we gaan het hier op het kanaal zeer zeker volgen. Super interessant. Nou, dan nog even, hè, want het gaat dus over waarderingen. Ja, leuk hoor, die koers-winstverhouding. Maar die toekomstige winst in de komende 12 maanden, die moet wel worden gerealiseerd. Want anders blijken die getallen achteraf gezien misleidend te zijn. En dan noem je het een zogenaamde value trap. Nou, gelukkig hebben we daar FactSet. Die doen altijd onderzoek. Is misschien een beetje een wat saaie website, maar het is ook wel fijn. Die hebben weer een heerlijke grafiek deze week, of het is van een weekje geleden, de koers-winstverhouding voor de Amerikaanse S&P 500 index. Nou, die bubbel is gebarsten. Koers-winstverhouding is terug naar een niveau van 17,6. Dus dat ligt nog wat lager dan die grote techbedrijven. Dat is ook logisch, historisch altijd zo geweest. Het ligt onder het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Maar ja, daar zit die bubbel in. Dus kijken we naar het langjarig gemiddelde voor de koers-winstverhouding, dan zit je eigenlijk op 16. Dan is het hetzelfde beeld. Het is een bevestiging wat ik eerder heb gezegd. We zitten nog een klein beetje boven een normaal patroon, maar niet heel veel. En ja, ik denk, er is zoveel geld in omloop, tenzij het allemaal heel slecht gaat met de economie, dat de beurs daar op een gegeven moment niet op gaat wachten en dat er toch alweer aandelen gekocht worden. Dat is de centrale boodschap van deze video. Nou, als we dan toch bij FactSet zijn, laten we dan even kijken, wat kunnen we voor de rest van dit kalenderjaar, hè, CI calendar year, verwachten. Ze hebben hier de verwachtingen van analisten,
verzinnen ze niet zelf, maar ze verzamelen dat voor het tweede, derde, vierde kwartaal en het hele kalenderjaar. Het centrale getal, zou ik zeggen, om nu te onthouden, is er wordt ongeveer 10% omzetgroei en 10% winstgroei. Dus waar ga ik persoonlijk naar kijken? Bedrijven die denken dat ze hoger uitkomen en die toch een redelijke waardering hebben. Dat zijn dan de bedrijven die het dit jaar voor je zouden kunnen gaan doen. Nou, je ziet hier nog even die koers-winstverhouding van 17,6 ook een keer terug. Dat die bijvoorbeeld een klein beetje boven het 10-jaars gemiddelde ligt. Maar vanaf nu, hè, de bubbel is leeggelopen. Geld wat een aandeel zoekt, een investering zoekt. Iedereen, overheden, met name grote beleggers, zullen gaan kijken welke bedrijven creëren duurzame waarde in 2022. En waar ik hier zeg duurzaam, gaat het dus niet enkel en alleen om het klimaat, maar het gaat ook om het klimaat. Het gaat ook niet alleen om environmental, milieu, maar ook om social. Denk aan die voedselcrisis. En het gaat natuurlijk ook om aandeelhouderswaarde. Nou, dit zijn mijn gedachten voor nu. We gaan het de komende weken op de voet blijven volgen. En dan ook eens kijken welke bedrijven het voortouw gaan nemen en de koersen op de borden gaan aanvoeren. Maar, hè, laat ik even afsluiten waar ik ook begonnen ben. Hoop is geen strategie. Ik heb hier willekeurig 4 merken die een enorm goede PR-machine hebben. Maar die aandelen die zijn allemaal door het putje gegaan. Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van Richard Branson. Wat is het punt met Virgin Galactic? Die raketten die vliegen op dit moment niet en ze krijgen ook de kaartjes niet verkocht in de aantallen die ze nodig hebben. Koers gaat naar beneden, als je het mij vraagt, komt niet meer goed. Dit is overigens geen nieuws, dit roep ik al heel lang. Beyond Meat, hè? Vegetarisch eten is zeker in opkomst, maar ik heb al eens een keer eerder in het Turbojournaal gezet. Mensen eten die burgers niet, ze nemen andere plantaardige producten. Koers van Beyond Meat, maar je moet echt helemaal de afgrond inkijken om die nog te zien. Ik denk ook dat dat niet meer goed komt. Waarom niet? Ze hebben investeringen gedaan, dat heeft niet het resultaat opgeleverd. Nieuw geld aantrekken wordt moeilijker. Misschien dat het gaat lukken, je hoeft ze ook niet af te schrijven, maar wees kritisch met dit soort aandelen. En helemaal als je ze nog in portefeuille hebt, overweeg dan om schoon schip te maken, nog die paar stuivers van tafel te halen en op zoek te gaan naar beleggingen die het wel kunnen doen. Dan zie je het dan als leergeld. Maar heb ook vooral een andere mening als je meer van die bedrijven weet dan ik zelf. NIO, een publiekslieveling, staat vaak in de top 10 onder Nederlandse beleggers en ook in Europa. Chinese autofabrikant zijn ooit qua koers omhoog gevlogen omdat ze zeiden, wij worden de Chinese Tesla. Nou, er is één verschil met Tesla. Tesla levert honderdduizenden auto's af en NIO zit dit jaar geloof ik op 30.000. Dat is niet verkeerd. Daar gaan ze ook mee door, maar het is te weinig. En er moet op een gegeven moment geld bij. En ik vraag me af of ze het zelfstandig gaan overleven. Ze laten ook hun auto's maken in een fabriek van iemand anders. Ja, dan zit je qua marge natuurlijk al snel onder druk. Nou ja, en om even af te sluiten waar we mee begonnen. Hoe mooi waterstof, de belofte ook is. De hoop dat dat gaat bijdragen aan het uitfaseren van fossiele brandstof. Hoop is geen strategie. Aandelen Plug Power in 25 jaar nog nooit geld verdiend, pas er mee op. Ja. Dus om terug te komen bij de wijze woorden van Charlie Munger, show me the incentive and I will show you the outcome. De wereld heeft een aantal hele spannende discussies. Rusland, Oekraïne, Verenigde Staten, China, de begroting van Europa, de voedselcrisis. Ja. Pas op het moment dat we weten waar de incentives komen te liggen van overheden en bedrijven, dan weten we ook waar we moeten beleggen. Hiermee sluit ik het Turbojournaal af. Weer heel veel dank dat je hem helemaal hebt uitgekeken. Ken je nog mensen voor wie het een goed idee is om zich te abonneren op het YouTube-kanaal? Wijs ze erop. Heel erg graag. We willen nog veel meer mensen bereiken en dan kunnen we nog veel meer mooie video's maken. Heel veel succes met je eigen beleggingen en graag tot de volgende video.